Goedemorgen allemaal, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Elin was van de week een half jaar oud en ze heeft een cadeautje gekregen. Daar lagen ze net heel schattig mee te spelen, maar uiteraard met de camera pak wordt het anders. Maar nog steeds gezellig spelen, kijk. Maar dat heeft ze dus gekregen, een soort activity board, maar wel een vrij rustige variant. Want te druk is lijkt me niet goed voor haar. Komt mijn nicht langs met haar zoontjes en dan gaan we taart eten voor Elins halfjaardag. En dit weekend gaan we, of tenminste iedereen gaat naar de ouders van Sven. De vraag is even of ik meega, want we zijn dus steeds wat meer aan het werk en dat vind ik ook nogal pittig, vooral de combinatie met thuis. Maar goed, zeg maar, dus juist zeg maar, nou, werken vind ik al heftig en als je dan ook nog thuis zeg maar niet weer tot rust gekomen. Dat vind ik lastig worden. Niels, zachtjes. Lieverd, het is een babytje, hè? Zachtjes. Wat wil je doen? Nee, dat kan niet. Maar goed, anyway, dat vertel ik allemaal later wel eventjes. Maar in ieder geval gaat iedereen bij mijn schoonouders slapen. Alleen als ik meega, is nog even de vraag. Omdat ik dacht van, dat is enerzijds heel gezellig. Anderzijds is het, zeg maar, heb ik echt wel heel weinig van me-time. En dat heb ik misschien juist wel heel erg nodig. Dus nou, moet even kijken. Dus ja, laten we maar beginnen met het weekend. Boep, boep. Het is super koud vandaag, we zijn warm aangekleed. Jij hebt geen muts. Nee, ik heb geen muts. Nee, die moest ik nog, eigenlijk nog even zoeken, maar ja. Oh, maar Niels en ik zijn bezig met de voetbalkaartjes. Kijk eens even, wie hebben we daar? Flap. Nee, zit er Michel Flap, 18. Ik heb het idee dat we die al hebben. Meneer Flap, die heb ik in mijn team zitten bij Scorito. Even kijken. Mijn talent. En ik heb deze diepe borden, pasta borden. Van de Albert Heijn spaaractie, 6 stuks. Wij hadden de hele club. Wij hadden altijd 6 borden, maar inmiddels zijn er al 2 van gesneuveld. En ik denk dat de derde er ook aan zit te komen. Dus ik zag deze actie. Oh, dat is wel top. Want dan heb ik nieuwe pasta borden. Dus die ga ik zo even afwassen en in de kast zetten. Of misschien zet ik ze in de vaatwasser. Dat gaat natuurlijk ook. En ik heb er echt een mega bestelling van aan. Dus ik vind het alleen maar jassen weer. Mijn 10 jaren plan. Maar er zit eentje bij die het misschien wel zou kunnen worden. Mijn nicht is wat verlaat, want het was nogal glad en de auto was bevroren en zo. Dus yeah. Ze zou er om 10 uur zijn, het is nu bijna 11 uur, maar ze had al gestuurd wat later was. Wij hebben. Niels wilde graag chocoladetaart, maar dat is niet gelukt. Maar we hebben dit: frambozen, tartlets en choco-soesjes. Nou, het is één grote fiesta. Heel gezond. Een theetje voor mama en voor mij. Nou, dat was heel gezellig bezoek. Ik weet niet of ik iets gefilmd heb, denk ik niet eens. Maar het was heel gezellig met mijn nicht en haar kids. En het is echt leuk om te zien dat zeg maar, Niels en haar zoontje nu, ze zijn ongeveer even oud. Niels is een paar maanden jonger. Maar dat ze echt steeds meer samen spelen. En oma was echt de beste, want die ging echt helemaal een spel met ze doen met dat ze haar gevangen namen en zo. Dat was heel schattig, waardoor wij gewoon lekker konden kletsen en met de baby's te zaten. Elin is een beetje ziekjes, dus dat is een beetje vervelend. Maar ja, goed, ja, daar doe je niks aan, hè? Heb je een dagvlaag? Dus die zit zichzelf een beetje in de weg. Maar goed, ze doet het nog steeds hartstikke goed. Niels zegt dat het bed over is even met Elin naar buiten. Meestal slapen ze tegelijk, maar zoals ze nu een beetje in de war. Dus die is nu even lekker naar buiten. Ik ga even zitten. Ik wilde eerst erg gaan opruimen. Toen dacht ik, nee, eerst gaan we even Netflixen en dan gaan we opruimen. En ik ga straks nog even mijn wenkbrauw laten doen. Dit is before, maar ik heb nu natuurlijk ingetekend. Maar ik kan niet wachten. Zo fijn. Ik ga ook vanavond even mijn nagels lakken. Dat ziet er ook niet meer uit. Ik ga zo naar de schoonheidsspecialist. Maar ik dacht, laat even mijn outfit zien. Dat heb ik mijn haar vast gedaan. Ik weet niet hoe. Ik had overal de kriebels. Ik heb weer mijn kettingje om. Van verder en verder. Sorry, ik heb wel krabben. Ik had er zo'n haar. Dan heb ik gewoon een. Dit is een heel oud hemdje. Deze trui is van H&M ooit. Ook oud. Deze broek is wel nieuw. Die is van Stradivarius. En deze schoenen zijn. Ik dacht Bershka. Wat is het? Even kijken. Ja, Bershka.
Maar is ook volgens mij van vorig seizoen of het seizoen daarvoor. Dus dit is mijn outfit. Het is glad buiten, dus ik dacht, boots aan. Het is niet echt een fashion statement wat ik vandaag probeer te maken. Nee, mittens. Oh, dit is zo lekker. Voor wie het er altijd afvraagt, ik laat hier mijn wenkbrauwen altijd verven bij Servaas. Ha! Momentje voor mezelf. Spelen. De mannen zijn ook samen aan het spelen, hè? Die zijn stoeien en wij ook op onze manier. Ja, op onze manier. Wat is dat? Zie je een oor? Zie je een oor? Oh, mijn wenkbrauwen zijn trouwens gedaan. Dit is het resultaat. Zijn altijd wel donker aan het begin, maar... Ja, wij zijn even gezellig aan het spelen samen. Dan gaan we zo lekker de fles doen, hè? Ja. Ze kan dus altijd zeg maar van haar buik naar de of van de rug naar de buik draaien, maar de andere kant was ze vergeten. Maar nu hou ik dus heel lichtjes dan haar hand vast en dan lukt het gewoon. Dus ik kan je wat oefenen. Ja, ga je mijn hand opeten. Het is tijd denk ik voor een fles. Het is tijd denk ik voor een fles. Wie is dat? Wie is dat? Ga je hem pakken? Ga je hem pakken? Ik zit liggen op bed. Ik heb lekker mijn make-up eraf gehaald. Wijntje voor ons ingeschonken. Ga ik nu even mijn nagels doen. Ik twijfel eventjes wat ik ga doen. Ga ik voor, wellicht, een Make Me Happy. Niet make, maar makie. Make Me Happy van Essie. Of gewoon, maar zeg maar, gewoon. Dus zeg maar, ga ik voor een beetje cherry red. Een beetje roze doorheen of ga ik gewoon voor mijn basic? Ik denk dat ik gewoon voor basic ga en dat ik deze... Want ik heb nu best wel lange nagels en dan vind ik het vaak een beetje ordinair. Ik ben een beetje te laat om ze nu te gaan knippen. Kusjes. Ja. First world problems. Goed, even zitten. Wij zitten lekker met borrelhapjes en een wijntje op de bank. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn wakker. En normaal doen we altijd 's ochtends het weekend yoghurt en door de week havermout. Maar vandaag willen we dus echt een boterham. En alleen Sven had wel yoghurt gemaakt, dus ik heb er nu een proeverijtje van gemaakt. Dus hij heeft gewoon een volkoren boterham met van die flinterdunne kipfilet. En dit is dan yoghurt met besjes en muesli. En dit is een plantaardige chocomel die ik nog had staan. Dus een groot feest zou ik zeggen. En zelf heb ik lactosevrij yoghurt met bananen. Daar doe ik zo nog de musli bij. En de laatste tijd gebruik ik vaak deze. Een geroosterde musli aardbei van de Appie. Deze is laag in suiker. En dat is echt wel fijn. Ik stond gisteren bij de... Maar de reven, zeg maar. Ik heb heel vaak reven mee naar mijn werk. Bijvoorbeeld, let niet op de zooi in dit kastje, maar bijvoorbeeld deze. De Eat Natural repen. Maar die zijn vaak allemaal hoog in suiker. Dus dat is dan weer jammer. Maar het zijn vaak dingen waar ik zie dat er geen, zeg maar, soms zit er geen lactose in. Dan denk ik, oh, dat is gewoon wel handig. Maar goed, ik wil niet veel suiker. Dus dat is een puntje van aandacht. Eigenlijk lekker ontbijten. Ik ga dit broodje maar aan het snijden voor Elin's eerste hapjes brood. Jazeker. Zo, nou, de kids zijn net uit met Sven. Dus ik ga even boodschappen doen, want eigenlijk zou ik dus meegaan. Maar ik heb toch gewoon echt even me-time nodig.
Maar goed, we hadden dus ook geen boodschappen voor vandaag in huis. Dus ik ga even wat eten voor vanavond halen. En nog wat andere dingetjes. Zoals rijstbloem, want dat gaat tegenwoordig doen we dat in de laatste fles van Eden erbij. Super comfy outfit aan, geen kracht voor verder. Ik ben net terug van het boodschappen doen. Nog helemaal rood hoofd van de kou. Maar ik dacht, laat even zien wat ik heb gekocht. Heel random, maar goed. Ik moest ineens denken aan iets wat Niels graag gisteren tegen mij. Ik zei van ja, of je gaat in de buggy. Ik zei nee, ik ben toch geen baby? Dat hij echt dacht van, hoezo buggy? Terwijl ik denk, nou zo lang geleden was het nou ook weer niet dat je daarin zat. Ik dacht misschien, vindt hij dat fijn? Want het was best wel een stukje lopen. En ik wilde niet de fiets doen of de fiets voorstellen bij hem, zeg maar zijn fiets. Want ik dacht, het is glad. Maar het is wel grappig hoe dat gaat. Nee. Goed, boodschapjes. Voetbalplaatjes, uiteraard. Boter. Ik heb voor vanavond pompoen. Verschillende kleuren wortels. En nog iets, dat komt zo. Deze zag ik in de 35%. Toen dacht ik, oh, dat vindt Niels altijd heel lekker, deze dingen. Niet voor dagelijks, maar soms mag hij dat. Even kijken. Uppert en mijn hee. Oh. Dan heb ik heel verantwoord een aantal hapjes. Ik heb hier gemengde groenten. Ik heb volkoren pasta met broccoli en wortel. Stampotje met spinazie en kip. Echt zo absurd dat ze dit al gaat eten. Een fruithapje met mango en peer. Colaatje voor mij. Dit vind ik ook zo lekker. Granaatappelpitjes. Even kijken. Rijstschotel met kip en bloemkool. Ik heb olijven. Deze Bella di Zerignola Verde. Pieuw. En groene olijven met paprika. Appelbanaan. En banaan-abrikoos. Die moeten nog opkomen. Dan heb ik ook nog voor vanavond paprika. Dus ik ga gewoon een lekkere allemaal groenten uit de oven maken. Met daarbij vis. Deze pangraas is veel met tuinkruid. En dat eet ik dan morgen gewoon nog een keer. Ik heb even, deze waren al een beetje stuk aan het gaan. Dus ik heb voor Sven maat L huishoudhandschoenen. En voor mezelf maat S. En ik heb dan maar, ja, dit zijn de anti-allergische varianten. Niet dat ik het nodig heb. Maar ik dacht, het is wel prettig dat je zeg maar ziet van, oh, dit is de S en dit is de L. Want dan hoef je dat. Ziet u even dat H. Dat zie je ook wel natuurlijk aan de grootte, begrijp ik. Maar dit is makkelijker. En ik heb nu, voorheen had één in deze. Voorheen, zeg ik heel spoor. Maar dit is pas sinds, sorry, is het koffiezetapparaat. Ik ga het zelf even schoonmaken. Hartstikke fijn. Die heeft ze pas sinds, nou ja, wat is het? 1 à 2 weken. Rijstbloem. Maar ik ben nu gegaan voor fijne granen. Want die stond 6 maanden bij. Dan doe ik dat. En dit doen we dus eigenlijk alleen maar bij de laatste fles erin. Ik maak er verder geen pap van, zoals het gewoon normale fles. Dus dat is het. Ja. En over die hapjes. Want je kan het natuurlijk ook allemaal zelf maken en zo. En dat doen we ook wel deels. Ik heb het al eerder gezegd. Maar we doen het deels ook uit bakjes en pakjes. En dat vind ik eigenlijk wel prima. Ik hoorde laatst ook van iemand die zei. Het is eigenlijk, zitten er zulke strenge eisen aan. Zeg maar veel strengere eisen dan gewoon aan dit, zeg maar. Dat iemand zei, het is eigenlijk nog beter. Nou goed, dat weet ik niet. Maar in ieder geval weet ik dat wij er nu voor kiezen om een deel zo te doen. En een deel maken we zelf. Maar ik merk gewoon dat, nou ja goed, ik ben natuurlijk nog niet volledig aan het werk. Met een reden, Sven heeft ook mega druk op zijn werk. Hij heeft volgende week ook bijvoorbeeld weer 3 avonden dingen. Ja weet je, het is ook een beetje kiezen of delen. Ze vindt eten heel leuk, dus weet je, dat is geen enkel probleem. En zo is het iets gevarieerder dan als ik gewoon alleen maar 1 slag. Ik heb nu pastinaak en wortel in de vriezer liggen. Maar dit is dan zeg maar voor makkelijk. Maar bijvoorbeeld, ja ik zal eens kijken, want volgende week wat wij eten. Maak al de briefjes. Nou, pizza sowieso niet.
Maar bijvoorbeeld een linzencurry, dat is denk ik gewoon te pittig weer voor haar, zeg maar. Nou, bijvoorbeeld aardappelpuree met gehakt en ertjes. Daar kunnen we een mixje van maken voor haar. Dat is geen enkel probleem. Risotto vind ik ook al, want er zitten natuurlijk allemaal uien en zo in. Met heel veel bonen wil ik ook nog niet echt doen. Dat lijkt me ook een beetje heftig. Maar ik probeer wel, zeg maar, voor Niels juist wel weer die variatie. Weet je, niet alleen maar aardappels, groenten, vlees elke dag. Dus vandaar dat ik een beetje zoekende nog ben. Heb je gouden tips, let me know. Ik heb dat boek van Albert Heijn. Van, heet het Opper de Pop? Ik vind het fantastisch trouwens, maar dat moet ik echt even kijken. Heeft iemand het van me geleend? Oh nee, Opper de Pop. Dat ga ik zeker ook weer doen. Maar ik moet gewoon even net iets meer in de spirit zijn. Voor nu deze ding. Ik ben heel benieuwd, want ja, tot nu toe is het gewoon alleen maar enkelvoudige smaken gehad. Ik heb net een boterham geprobeerd, zoals je zag. Maar ik heb niet laten zien hoe het ging. Maar dat wil ze niet. Maar ze is ook gewoon niet lekker. Dus ze heeft ook echt... Nou ja... Er was een fles van 200, maar ze heeft maar dit op. Dat is echt heel weinig. Omdat ze gewoon... ja, ze is gewoon niet fit. Ze heeft heel veel slijm en snot en ellende. En ja, dus dan krijg je dit. En toen dacht ik, nou ja, weet je, misschien dat ze een broodje dan wel. Maar ze heeft gewoon keelpijn, dus ze wilde dat ook wel niet. Denk ook prima. Ja. En... ja, nu ga ik denk ik gewoon even zitten. Ik ga eerst even dit opruimen, zwabberen. En dan ga ik gewoon zitten. Ik heb echt even tijd voor mezelf nodig met niks doen. En daar ben ik heel slecht in, dus dat gaan we doen. Oh ja, en ik had nog een broccoli gekocht. Dus daar ga ik wel hapjes voor haar van maken. Ik heb net ook even de kasten een beetje opgeruimd. Dat is zo mooi, dat doet Sven dan. En die is dan vervolgens boos als het weer helemaal misgaat. Maar hij anders, oh, er staat er nog eentje. Wacht, ik ga dit laten zien. Er staat er nog eentje bovenop, die moet ik nog even inzetten. Maar hij is allemaal van dat soort bakjes. Nou, dan zie je de achterste rij. De achterste rij is leeg. Die heb ik leeg gehaald. Daar zit oprecht wat daar pasta en zo in van 10 jaar geleden. Ik maak geen grap. Nou, oké, zeg, laten we afronden 7 jaar geleden. Want dat is van toen hij nog niet met mij woonde. Of ik nog niet met hem. Nou, zeg maar toen hij nog in zijn eigen huis woonde. Dus oprecht, ik maak geen grap. Echt van, ik denk... Nou, zeker 7 jaar, als het niet langer is geleden. Maar hij, ja, ik weet niet, dit is van thuis uit meegekregen. Dat je al die, nou ja, allemaal etenswaren in dit soort bakjes doet. Maar dan moet je er wel opschrijven wat het is. Dan weet je namelijk, want hij had zeg maar 6 van dit soort dingen met rijst. Maar wat voor rijst is het? Waar hebben we het over? Wat is de kooktijd of zo? Ik heb geen flauw idee. Dit is denk ik couscous. Maar nou, ik heb echt heel veel pasta en zo weggegooid. Want het is, ja... Moet je ermee? Hij gebruikt het nooit. Want we hebben gewoon zakken met pasta en zo. Ik bedoel, nou goed, die zit er nu ook in. Dus ik heb dat even een beetje geresuffeld. Nou, we zijn weer een uurtje verder. Ik heb Sven zijn joggingpak aangedaan. Oh, daar had ik heel veel behoefte aan. En ik heb eventjes een video bewerkt. En daarna heb ik eventjes die eerste aflevering van, die serie van Marie Kondo op Netflix gekeken. Een soort mix tussen... opruimdrang die ik ervan krijg en een soort ongemakkelijkheid, maar goed, blijf het wel kijken. Wie weet ga ik er enorm van opruimen, maar niet vandaag. Ik ga zo even de was eruit halen, dat hoor je wel, die is klaar. Oh. En dan ga ik denk ik koken. Het wordt echt een spectaculaire vlog. Ik had net best vriendje aan de lijn, waar, aan de lijn, jezus, ik ben gewoon oud. Ik sprak net best veel, dat je wel nog even een kleine recap naar vorig weekend. Het was echt een hilarische avond. En nou, dat we het snel weer moeten doen. Ik zei van, ja, weet je, hoppatee, laten we dit gewoon weer plannen. Want het was echt, het is zo fijn. Daar hadden we het even over. En alle mama's die herkennen dit waarschijnlijk wel. Maar het is zo fijn dat je even een avond geen mama bent, maar gewoon... Jezelf zoals je 10 jaar geleden bij wijze van spreken in de kroeg stond. En ja, je niet zeg maar 6 ogen hoeft te hebben op te letten of er nergens er iets misgaat met een van je kinderen. Of je gewoon echt even helemaal naast je neer kan leggen. En ik denk dat vrouwen dit beter begrijpen dan de gemiddelde man. De gemiddelde vrouw beter begrijpt dan de gemiddelde man. Snap je wat ik bedoel? Ik wil niet iedereen over één kam scheren. Maar laat ik zeggen, de meeste mannen in mijn omgeving denk dat die echt dit minder voelen dan... Dan wij vrouwen. Dat doen we onszelf aan. Dat begrijp ik echt volledig. Maar dat is, ja, goed. Dat, dus daar hadden we het over. Dat we dat allebei heel erg hadden. En ik kreeg een foto van de kids. Hadden allemaal goed. En ik, ja. Ik vind het echt heel fijn eventjes zo. Ik had het echt heel erg nodig.
ik denk, oh, het is nu 6 uur. Weet je, ik hoef nog... Normaal begint nu de hysterische tijd. Of eigenlijk is het dan al begonnen. En nu denk ik, even niks. Kijk nou. Oh, oh. Het gaat de oven in. Goedemorgen, ik ben weer wakker. Ik ga mijn ontbijtje maken. Stap van die granaatappelpitjes, lactosevrije yoghurt en muesli. Ik overwoog nog even om nog een keer naar de sportschool te gaan, maar toen belandde ik weer op het internet. Toen dacht ik ook, ja, ik weet niet of dat nog helemaal... Dan zou ik een lesje gaan volgen, maar dan weet ik niet of dat een leuk iemand is. En dan denk je, straks sta ik aan, irriteer ik me vreselijk. Dus ik dacht misschien dat ik gewoon thuis nog even wat ga sporten. Maar misschien dat ik ook gewoon normaal sport ik op zaterdag, maandag en donderdag. Maar goed, dat weet ik allemaal nog niet. Wat ik wel weet, dat ik eerst even lekker ga ontbijten. Want ik heb echt heel erg van de paard. En douchen en zo. Tenzij ik ga sporten. Echt lekker. Ik begreep trouwens wel van Sven dat Elin niet echt de paasbest is. Dat ze heel slecht drinkt. Volgens mij is ze gewoon heel erg keelpijn en wil ze nou niet drinken. Maar goed, dan zit ze zichzelf in de weg. Want hij is op een gegeven moment wel honger. Dus dat was nog een beetje een struggle, naar ik begreep. Maar goed. Ik ga douchen. En wie herkent dit? We hebben zeg maar zo'n regendouche. Maar als ik mijn haar droog wil houden, 90% van de tijd, dan ga ik onder deze... En dan zeg maar hangt hij zo laag dat ik mijn haar niet nat krijg. Duimpje omhoog als je dat herkent. Je kan natuurlijk ook een badmuts opdoen of zoiets. Maar je kan het ook gewoon niet doen en het zo doen. Sven staat altijd onder regendouche, maar ik sta... Nou ja, ik was maar 2 keer per week mijn haar. Dus de rest van de tijd sta ik onder het kleine douche. Ik ga even super basic make-upje opdoen. Ik twijfel eigenlijk misschien helemaal niks op te doen, maar... Misschien een beetje make-up. Oh, Elin maken en ik had bedacht dat ik er gewoon aardappel bij doe. Want dat hebben we toch nog liggen en dan is het meteen een iets volwassener hapje. Dus dat ga ik doen. Ik had al een tijdje een missie. En die missie was om een halsbandje bij Mittens om te doen. Het is een binnenkant, ze komt nooit buiten. Ik heb toch altijd zoiets van, als er een keertje aan, dus het is heel lastig, ook naar de dierenarts en zo. Dus ik heb toch altijd zoiets, als er een keertje aan de hand is, een brand of zo, en ik moet er snel hebben. Dan krijg je er gewoon niet te pakken. En nu heb ik wel iets om eraan vast te houden of zo. Dat voelt dan toch beter. Dus ik heb nu een halsbandje opgedaan. Roze. Ik dacht er gewoon iets van stof wat een beetje zacht is, wat er niet te bang maakt. Maar goed, proces om het om te krijgen. Nu kon ik hem in één keer omdoen, maar het heeft wel een tijdje geduurd, zeg maar, een aantal pogingen. Eén poging per dag. Maar ik dacht, nu ben ik natuurlijk een tijdje alleen met haar en dan was ze maar vaak op het meest ontspannen. Ja, je deed het zo goed, hè? Goed gedaan, hoor. Ja, goed gedaan. Nou, ik doe niet veel vandaag, maar ben toch goed bezig. Wassen, draaien en dat soort dingen. Maar vooral ook een beetje bezig met snacks. Maar ik heb die energy balls weer gemaakt. Die zijn serieus lekker. Sven neemt ze ook iedere keer mee naar zijn werk. Zitten een paar vlogs geleden. En nu ben ik een nieuw experimentje aan het doen. Roasted chickpeas. Dus geroosterde kikkererwten. Nou heb ik echt niet zoveel met kikkererwten. Maar ik had ze nog wel staan. Dus ik dacht, nou, weet je, we kunnen het altijd een keer proberen. Het schijnt een hele lekkere snack te zijn.
kan me er nog niks bij voorstellen. Oh, ik vergeet dat. Maar goed, dat gaan we meemaken. De boodschappen zijn inmiddels bezorgd en ik heb nog wat gebakken. Dat stond ook nog op het programma voor vandaag. Ik dacht, doe het maar als de kids er nog niet zijn. Kijk eens. Dit zijn chocolate blueberry muffins. Voor wie zich afvraagt, ik kook heel veel van Liesel Jane. En dat is één omdat ik haar filmpjes gewoon heel mooi gemaakt vind. Heel clean. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Nee, maar dat vind ik heel mooi. Maar vooral omdat zij geen dairy, dus geen melkproducten gebruikt. En nou, dat is voor mij natuurlijk heel handig. En bij haar weet ik dat, dus dat scheelt me dan zoekwerk. Sven is onderweg met de kids. Eén is back. Niels is back. My man is back. Everybody's back. Terwijl ik de video aan het bewerken ben, zie ik ineens dat er beelden ontbreken. Dus ik denk dat ik die per ongeluk gewist heb of dat ze niet goed geëxporteerd zijn. Ik weet het niet. Anyhow, ze ontbreken. Dus bij deze wil ik de vlog nog even afsluiten. Ik wil heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!